Hoi iedereen, welkom terug op mijn kanaal voor de nieuwe Vogels onder ons. Ik ben Geneva, verloskundige en moeder. En op mijn kanaal vind je handige tips en informatieve video's. Alles over vrouwen, zwangerschap en baby's. Vandaag neem ik jullie weer mee in een dinsdagje. Ik werd net gebeld door een dame dat zij de afgelopen 2 uur weeën heeft die regelmatig komen. En sinds vanmorgen eigenlijk al aan het rommelen is. Het is het eerste kindje en ze is vandaag precies op haar uitgerekende datum. Dus we gaan even een kijkje nemen. Kijken of ze er inderdaad naartoe is om richting het ziekenhuis te gaan. Thuis heb ik eventjes wat controles gedaan, zoals het hartje beluisteren. En ik heb eventjes naar de ontsluiting gevoeld. Oké, zij heeft nu zo'n bijna 5 centimeter tussen de 4 en 5. De vliezen zijn nog niet gebroken en ze wilde graag in het Icacia bevallen. Om daar gebruik te maken van de badbevalling. Maar die is helaas aan de medische kant vol. Dus dan is de keuze, ja, wat zou je willen? En omdat het de eerste kindje is, kiezen we toch voor een plek waar we ook, stel dat het medisch is, de gynaecoloog bij kan komen. Dus we gaan naar het Maastad ziekenhuis. Daar hebben ze ook lichtbaden. Dus daar wil ze eerst gebruik van maken. En als dat prettig voelt, dan kunnen we altijd nog de opblaasbare bevalbad opblazen. Dus ik ga nu alvast die kant op. En zij gaat met vervoer straks met partner ook richting het Maastad. Dus ik neem jullie gezellig mee. We gaan een bevalling doen. Hi, verloskundige. Ik ben er alvast. Ze is al onderweg. Dus ik ga snel even deze kamer iets meer bevalvrouwvriendelijker maken. Gedimde lichten check. Gordijnen dicht check. Nog even snel voor haar het bad alvast laten vollopen, want ze wilde in bad ontspannen. Gedimde licht. Dit is hier zo'n standaard lichtbad. Even checken dat hij dicht is. Bad loopt. In de tussentijd maak ik het bed ook klaar. Zorg ik ervoor dat de kamer lekker warm is. Vaak wordt dit door de kraamzorg al gedaan. En heel soms als het nog niet is gedaan, dan help ik ermee. Thermometer. Midland. Vitamine K. Hoesje voor de thermometer, zodat hij steriel blijft. Geboortekaartjes. Een luiertje. En een mutsje. Zelf zet ik wel altijd mijn eigen spullen klaar voor bij de bevalling. Ik zorg ervoor dat ik een schone doek heb waar ik mijn spullen kwijt op kan. Daarbij gebruik ik een aparte set van het ziekenhuis. Dat is gewoon zo'n wegwerpsetje. Thuis heb ik gewoon een set in mijn koffer zitten. Dus dat heb ik allemaal gewoon bij me in de thuissituatie. Daar zitten navelstrengklemmen en daar zit een navelstrengschaar in. Ik zorg ervoor dat er altijd wat gaasjes klaar ligt. En er ligt eventueel een schaar om een knip mee te kunnen zetten. Ik kan bijna niet eens heugen wanneer de laatste keer is dat ik een knip moest zetten. En verder zorg ik ervoor dat de medicijnen klaar liggen. Ik handschoenen klaar heb staan. Dus alles gewoon binnen handbereik is.
goed, we hebben haar nu net in bad gedaan en het bad loopt helemaal vol en ze heeft eigenlijk al best wel wat druk gevoel. Ze had net, toen ze hier zo binnenkwam, dachten we heel eventjes dat ze misschien al persdrang had, want de vliezen braken op de gang. En ze moest heel erg drukken, maar toen had ze 8, 9 centimeter, dus we hadden nog even de tijd om het bad op te blazen. En daar is ze toen in gegaan. Dus we wachten nu gewoon rustig af totdat ze echt goede persdrang krijgt. En dan hopen we dat dit kindje gewoon mooi in bad geboren wordt. In het bad heb ik haar samen met haar partner en de kraamzorg kunnen ondersteunen om de wee op te vangen. En ze deed het geweldig. Ze had zoveel controle en rust. Dus dit ging gewoon perfect zo. 10 centimeter. We gaan persen. Ze doet het supergoed. En ze zit nog in bad. Dus die kleine gaat daar geboren worden. Ja, die kleine is geboren. Mama heeft het supergoed gedaan. In bad bevallen. Kindje zelf kunnen aanpakken. Ze wilde eigenlijk pijnstilling. Maar dat was op de valreep toen iedereen zegt dan dat ze pijnstilling willen. Dat het kindje bijna geboren werd. Maar ze heeft het gedaan en ik ben super trots op haar. Zij gaan nu eventjes een uurtje bijkomen. Dan ga ik die kleine even wegen en nakijken. En dan ga ik ook richting huis weer. Moeder die is nu borstvoeding aan het geven. Eet ondertussen een beschuitje en lekker wat eten. Ik heb die kleine na een uurtje nagekeken, gewogen. En dan gaat zij straks douchen en aankleden. Thank you.